Zet jij ooit al eens terechtgekomen op het toilet zonder gsm? Dat is de hel, hè. Saai, hè, gast. What the fuck moet je doen? Zo shampooflessen en zo lezen, want er is niet veel anders te doen in een badkamer. Ah, je kakt in de badkamer ook. Ja, we hebben een wc in de badkamer, dus voor de duidelijkheid. Waffelstamping, kent je dat? Nee. Dat is wanneer dat je in de douche kijkt en het met je voet in het doucheputje moet. Wat mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Enos Schotens en vandaag zit ik hier voor de 200ste aflevering met Bokkie de Rapper. Hallo. Alles in orde met jou? En door. Alles goed, alles goed. Het is juist mijn probleem, ik ben zijn uw naam al vergeten. Nu al? Ik zal het maar introduceren. Maar het is op maar één keer gezegd geweest, dus je mocht me niet en we kennen elkaar niet. Nee, dus... dat klopt. Maar anders, als jij een naam kiest voor deze aflevering, ja, kunnen we het zo doen. Maar welke kop heb jij? Paul. Oeh. Heb ik nog nooit gehoord. Een Paul. Paulkop. Ja, een polkop. Ja, hij tegen een polkop. Ja, oké, okay, Pol. Ja. Polletje. 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 Ja. Maar nu ben ik wel heel benieuwd naar een echte naam, sorry. Willy. Willy. Willy is echte naam. Maar we noemen hem hier Avondmaal. Avondmaal. Dat is een artiestennaam. Die, ja, oké, okay, die ken ik. Grafisch shit. Ja. Zo zie je er ook uit. Als een graf... grafische kop ook. Je ziet eruit alsof jij veel tekent. Ja. Ja. Stel dat jij niet veel buiten komt. Ja. Dat je altijd alleen op je kamer zit. Zo. En Sint-Lucas? Gent, ja. Ik ook. Ah, no way. Ja, wel 3-4 jaar. Dan zo net op het einde gestopt. Ik dacht van, ik ga voor mijn echte carrière. Ja, ik dacht, al mijn vrienden die wel afgestudeerd waren, daarin, werd er in de printshop. En dan dacht ik, ja, dan kan ik even hoe... Amai. Ja, wat heb je gedaan? Grafische vormgeving. No way. Jullie zijn gewoon dezelfde persoon. Wij zijn gewoon broers. Ja. Ja. Amai, wow. Ik wil wel geen broer zijn met een Paul. Dat zou te belachelijk zijn. Ja, en Willy? Willy heeft een fucking goede naam. Ja, ik ook. Willy, shit, ben ik zelf jaloers op. Dat meen ik. Mijn echte naam is Jonas. Ik weet het. Ja, we hebben een beetje research gedaan vandaag. Niet veel. Nee, dat was het. Ender is uw echte naam. Ja. Ja. Hoe zie ik eruit? Is het een ender? Heb ik een enderkop? Als je zo dan nog kijkt, dan is het echt een enderkop. Kijk ik boos? Kijk ik zwoel? Hoe nee, zwoel was het wel eerder, okay. Ja. Ik kan alleen angstig en geil kijken en beide gezichten zijn hetzelfde. Dat is wel een goede gest. Ja. Ik had het als geil geïnterpreteerd, sowieso. Maar over Willy gesproken, die zit ergens. Jij mag kiezen waar. Oh, shit. Kunnen we hem terug in Sint-Lucas? Kan. Op de school. Net afgestudeerd. Ja. En terug naar daar dan. Of, ja, daar of een printshop. In de printshop? Fair enough. Ja, in de printshop. Wat zou je printen als je nu één ding mocht printen? Als ik één en het ding moet in je living hangen daarna. Ah ja, shit. Misschien een fotootje van ons drie zo. Ah, wow. Ja. Dat zou wel leuk zijn. Amai, dat is zalig. Ja. Je wist zijn naam net nog niet. Ik weet het, ja, want ik ben heel... Ja, heel snel bij mij. Ah, dank je. Ja, ik ben heel sociaal. Ja, maak je snel vrienden? Ik ben wel een babbelaar. Nu ben ik aan het liegen. Goh, ik had je geloofd. Nu ben ik aan het liegen. Ik weet het. Mensen, er zit zo'n dualiteit in mij. Ik ben ook echt totaal niet sociaal. Nee. Dus, maar dat is enkel onderweg. Gelijk onderweg naar hier, dan denk ik... Oh, shit, ik heb daar nu ja op gezegd. Met alle respect, want ik had daar wel zin in. Maar onderweg naar een... opdracht of onderweg, zelfs al is dat naar een restaurant, dan gaat mijn hoofd van, oh shit, ik ga daar niet. Hoe gaan de mensen denken, hoe moet ik daar binnen geraken, wat ik zeg, maar één keer dat ik daarin zit. Mm-hmm. En ik overcompenseer dan, ik doe dan direct heel sociaal en ik ben direct over, hey, dit is mijn balzak of zo. Ja. Richting op tafel. Direct, is alle kwaliteiten direct, op tafel. En dan heb ik het awkward gemaakt en dan is dat eraf, snap je? Ik moet het altijd eerst even awkward maken. Ah, okay. Maar het voelde voor mij alles behalve awkward. Ja, als we wel binnenkomen en moeten gaan pissen direct. Dat is waar, dat was eigenlijk bijna, hier is mijn balzak, maar dan met de soft version. Ja. Nee, ik ben heel blij dat je hier bent. Okay, cool. Ik hoop dat je op je gemak voelt. Zeker, dat is al. Ik heb gehoord dat je vandaag een belangrijke dag hebt. Slechte research wel. Ik heb een mooie dag. Day. Ja, ik heb een mooie dag. De sterren staan eindelijk na een maand en half, dat is perfect. Ik heb een maand zwaar gewerkt aan een nieuw programma, dat later wel nog komt. Daarna nog verder gedaan. En nu staan de sterren zo dat ik morgen niks meer doe. Wow. Maar belangrijker op mijn leeftijd, dat ik overmorgen één meeting maar heb. Snap je, zo'n meeting waar je het oogcontact kunt vermijden? Want ik ben de tweede dag ben ik nog niet goed na het drinken. Dus ik ga katers na... duren langer tegenwoordig. Katers duren veel langer, echt waar. Ik ben nu een maand en een half nuchter, wat ik ook kan. Oh. Ja. Okay. Ik ben in alles wel zo. Het is ofwel heel hard gaan, ofwel... Ik heb echt nul moeite met nuchter blijven. Extreme gewoon. Als mijn focus daar op ligt. Okay. Maar nu is de dag. Maar je kiest er wel doelbewust voor om te zeggen van oké, van de avond gaan we wel echt
Ja, en ik heb het echt over vanmiddag gaan we... Ja, het is daydrinking. We moeten klaar zijn voor 12 uur. Ja. Oh, het is daydrinking. Ah ja, oké. Het is echt een gans uitgestippelde dag. En met hoeveel man bent je dan? Of is het... Ik ben één iemand erbij nog. Okay. Niet te veel volk. Ik ben niet te veel volk in de miserie meetrekken. Mijn vrienden zijn ook oud, zoals mij. Die hebben allemaal kinderen, vrouwen. We kunnen natuurlijk met een voorsprong beginnen. Dat vind ik heel goed plan. We zullen... Waar heb je zin in? Echt een pintje. Een pintje? Uit een blik of zo, ja. Echt, uit een blik zelfs. Oh, damn. Hebben we dat? We hebben een heel goede vriend die zijn eigen biertjes heeft. Oh, la, 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 la. Dus, ik heb die nog niet geproefd, dat is goed. De eerste tout bien taste test voor u. Ja. Ik ben wel benieuwd. Dat is de tout bien ontmaagding voor u. Ja. Weet je, ding is, wij drinken eigenlijk... Ik sowieso drink heel weinig. Maar op daydrinking dag wil ik met u wel een pintje open doen. Drinken en het daydrinken is mijn keuze. Je moet je daar niet aan meedoen als je geen zin hebt om te drinken. Moet je dat zeker niet doen. Hè. Zo sterk sta ik dan nog net in mijn schoenen. Ik ben echt al een paar jaar met een vriendengroep die wel nog drinkt. Ben ik de gast die niet drinkt. Dus ik heb al heel veel pussies geïncasseerd. Ik wil met u graag een pintje drinken vandaag. Ah, ja. Dus, school, boys. Willy, laat het smaken. Hè. Sorry, ik ben zo gelijk een Lego mannetje. Ik heb zo de vorm. Ja. En ik moet er gewoon nog in klikken. Ja, klik er maar even in. Upsa. Wow, hey. Satisfying. Is het lekker? Je hebt wel al gedronken, deze. Ja. We hebben het allebei al gedronken. Ja. We hebben de eerste versie en dit is de laatste versie, volgens mij, die uit is gekomen. De allerlaatste. Santé. De meest recente. Merci om het te vragen, jongens. Hey. Scholkens. Enjoy, hè. Sorry, jongens. Ook goed fris. Ja, dat is wel echt goed. Oh, wat denken we? Eerlijke mening, hè? Mm-hmm. Ik ben mee met de hype wel. Oké. Het is wel kapbier, snap je? Het is inderdaad goed. Het is ook niet duur. Ik ben een studententijd, was ook al populair, Cara, maar ik vak er zo niet mee. Nee? Ik heb het dan iets als het met een kater gaat opleveren, dan beter investeren in iets goed of zo. Mm. Zo ben ik ook, niet de man van de... Doe dan wat voelen, doe wat voelen, dat haat ik. Nu vraag ik me even, wat is iets goed voor u? Maar ja, daar, ik vind een jupe. Ik ben in een jupeler, ja. Okay. Is dat een generatieverschil? Dat vraag ik me vaak af. Want wij zijn Stella. Stella waarschijnlijk, ja. Dat is een generatieding. Bij ons was dat... Iedereen dronk jupeler, ja. Er was al zo niet veel concurrentie. Die, Stella moest nog... Zou de volgende generatie tout bien kunnen zijn dan? Laten we hopen, hè. Ja, voor Rob wil ik dat zeker hopen. Niemand moet drinken van mij, maar ik bedoel, voor Rob hoop ik het. Sorry dat het ook weer over alcohol gaat. Dat effect dat ik... Wacht even, Balzac, heroïne, alcohol gaat vandaag. Ja, eerlijk? We zijn bijna door aan onze research. En Lego. Dat zijn al onze gespreksonderwerpen voor vandaag. Maar wat ik je dan nog wel wil vragen, wat is iets echt goed? Je zegt jupeler, maar als jij nu één drank mag... Dat ben ik wel into wijnen of zo. En dat wist ik... Vroeger, als ik jullie leerde, ik weet niet wat, zijn jullie 24? Spallan, ja. Oké. Dan wist ik niet dat ik zo ging worden, maar ik heb nu dus wijn al 5 jaar in mijn kelder liggen. Ben ik 38. Ik ben 33 en dan ben ik dat nu aan het aftellen. Volgend jaar mag die open, want dan is die op zijn best. Had ik nooit kunnen voorspellen dat ik zo'n een eikel ging worden die wijn in zijn kelder ging. Dus zo'n shit vind ik dan wel tof. Dat is inderdaad cool. Ja. Want jij natuurwijn. Natuurwijn, snap ik niet helemaal, want is niet elke wijn van de natuur? Ja, maar niet elk wijndomein gaat daar hetzelfde mee om. Als er staat echt natuurwijn, dan gaat verschillende, dan gaat biologische wijn. Nee, dat mogen ze niet spuiten op de druiven, mogen er wel smaakjes toe. Ah, okay. Biodynamische wijn, dat is echt hippie shit. Mm-hmm. Dat is van, de maan staat daar, dus nu moeten wij de koeienkop, de koeienkop begraven onder de dingen. Wow. Dat is hippie shit. En natuurwijn is puur druif. Okay. Dat is super moeilijk om te maken. Er zijn ook veel natuurwijnen die fucked gemaakt zijn, maar een tof etiket hebben. Maar ondertussen, met wel ervaring, haal ze er nu eindelijk wel uit. Okay. Maar dat is dus enkel druif. Ja. En de wijnen die wij vroeger als kind sopen, wat dat heel raar is, maar ik ben vanaf. De wijnen die wij als kind sopen, dan groeien ze gewoon zo groot mogelijk druiven voor zoveel mogelijk liters te kunnen maken. En dan hier nog een beetje tabaksmaak bij, nog een beetje dasmaak bij. Okay. Dus dan, dat is... Dat was dan gewoon van een boer die echt gewoon chic aan het roken was en met zijn voeten aan het plitten was. En dat is een as gewoon erbij deed. Nee, daar mogen ze smaakjes, tot 70 smaken mogen ze daaraan toevoegen. Dus. Wow. Oké. That is crazy. Ja, ik ben sowieso echt geen wijndrinker. En ze zeggen altijd van, je leert dat drinken. Ja. Waarom? Dat is mijn vraag. Ja, omdat ik heb al bier leren drinken. Ik heb al olijven leren eten. Fuck olijven. Ik heb koffie proberen drinken, maar ook niet lekker. En cafeïne is slecht voor u, zeggen ze dan. Maar leer koffie drinken. Alcohol is niet goed voor u, maar wijn moet je zeker drinken. De contradictie snap ik niet helemaal, dus ik heb opgegeven na bier. Maar alles dat je opnoemt, had ik olijven wel het meest, denk ik. Echt? Koffie en alcohol heb je wel nog nodig, maar olijven zouden ze kunnen... Ja, dat is zo... koffie om wakker te worden en alcohol om te verdoven of zo af en toe.
Als mijn hoofd, combo. Ja, als mijn hoofd niet... Dat klinkt zoals de Aalse versie van The Wolf of Wall Street. Ja. Dat die cocaïne en wiet mixt en jij gewoon cafeïne en... De Wolf of Wall Street. Nee, maar dus cocktails, is dat een beetje jullie? Ook, ja. Dat denk ik ook wel... Specifieke? Ik denk dan snel aan een pornstar martini. Dat vind ik heel lekker. Ja, ik word de dude zo dronken. Ah, oh, een White Russian. White Russian, ja. Ja, dat is gewoon melk en vodka. Melk en, ik denk vodka en koffielikeur, dacht ik zo. Oké. Gewoon puur omdat je dat echt in je badjas kunt drinken. Dat is een cocktail voor in je boxershort, je badjas en dan zo ding met die ijsboxjes erin. Dat is wel top. Ja, de Bloody Mary, is dat een beetje een ding? Bloody Mary, maar ik mag, dat was mijn ding, maar ik mag geen tomaten meer eten. Oh. Sinds dat mijn galblaas eruit is. Wat dat al 12 jaar geleden is, maar ik krijg daar zo het zuur van. Ja. Dus tomaten is een keuze. Ik weet dat ik ervan afzien, dus het moet een fucking goede Bloody Mary zijn. Het moet een fucking goede spaghetti bolognese zijn. Ja. Tomaten is een keuze, ja. Ik kan het niet anders zeggen. Alright. Wat? We hebben een segmentje voorbereid. Ja? Yeah? Aangezien het daydrinkingdag is, wil ik vandaag uw bartender zijn. Oké. Dat is een joke die ik al heel lang met mijn naam wil maken. Het is niet echt gelaat. Maar we zijn er. Gaat het wel? Ja. Bart, er zat iets in. Maar... Er zat iets in, maar het is er niet helemaal uitgekomen. Nee. Bartender. Ja, je zei bartender. Ja, nee, dat klinkt bijna alsof het een datingprogramma maar is. Maar de beste moppen moet je uitleggen. Dus ja. Dat was de mop, hè, by the way. Ik heb een paar dingen mee voor u. Oké, wauw. En jij gaat een paar keuzes moeten maken. Ja. Blinde keuzes. Makkelijker altijd. Maar de uitkomst kan natuurlijk niet ideaal zijn. We zullen even dit tafeltje leegmaken. We gaan een cocktail maken. Ja. Een cocktail. Hier komen twee stolpen. We hebben geen budget voor stolpen, dus het zijn gewoon rode dozen. Dus dit. Ja. Yeah. Eerste keuze. Dit is de uw basis. Eén van deze dozen. Welke kleur kies je? Welke doos? Ik doe links. Links? Altijd links. Dat is vodka voor u. Ik dacht dat gewoon geen dit is de basis van uw cocktail. We hebben namelijk ingrediënten voor twee cocktails. Een pornstar martini en een Bloody Mary. Oké. Ik zal de tomatensap drinken, sowieso. Dat beloof ik je nu al. Maar ik doe mee, want dat maakt niet uit. Maar kijk wat hieronder zit. Jij moet kijken wat daar dan onder zit. Dat zal de basis zijn. Wat is dat? Is dat ook vodka? Dat is allebei vodka. Oké, beide cocktails hebben blijkbaar vodka. Hier is uw glas. Okay. Maar dat was wel een heel spannende keuze dan. Hè? Wow. Ik weet ook niet wat er onder de stolpen zit, by the way. Hè? Voor alle duidelijkheid. Dus allebei een vodka shotje. Dat is onze basis dan. Dat is crazy, man. Ik heb al weken niet gedronken. Ik ben nu al zat. Ik ben nu al nog, gast. Je moet dat echt niet doen, hè. Ik doe dit graag met u. Ja, okay. Ik voor gelegenheden. Dat is mijn ding. Ja, dat is goed. Vakantie en gelegenheden. Ja. En dit is voor mij een gelegenheid. Daydrinkingdag? Vakantie beslist ze zelf. Hè. Ze hebben u wijs gemaakt dat hij in een bepaalde periode is. Weet je, dit is een heel eerlijke bekentenis aan me na. Ik vind het heel nice om met mijn vrienden in het buitenland gewoon wat te drinken, omdat er niemand is die mij zou kunnen tegenkomen, zoals op de oude markt, en zou kunnen vragen om een foto en mijn ogen dan zo half vangen. Ah, serieus? Dat is, ik was sowieso geen fan van alcohol per se, maar dat heeft voor mij dat nog minder interessant gemaakt. Ik vind dat juist handig als ze dronken foto's vragen, want dan weet ik waar ik ben geweest. Dan kan ik volgen van, ja, oei, dat duurt daar. Je kunt uw avond reconstrueren aan story mentions. Is dat iets ijdel of zo? Is het eerder over mijn uiterlijk daar zo? Eigenlijk echt niet. Het is meer, en dat gaat stom klinken, maar ik heb heel graag dat mensen, wanneer ze mij dan toch tegenkomen, dat die een goede ervaring hebben of zo. Ja, dat heb ik ook. En ik heb minder controle over wie dat ik ben, of wat ik zeg als ik zat ben. Dus ik heb liever dat ik dan de juiste energie kan geven. Ik vind het wel het moeilijkste, denk ik. Want dit is me allemaal per ongeluk overkomen. Ja? Dat is een true story. Ik ben een gewoon jongetje uit Aalst. En op een keer ga ik naar de slimste mens. En nu zijn we 3 jaar verder. En, Gossip Guy podcast. Ja, crazy. En nog zoveel shit. En dus mensen vragen ook wel foto's. Maar het is wel... Ik ben niet veranderd, snap je? En ik ga nog altijd uitgaan dat ik uitging. En het is wel altijd zo nadenken. Het is wel wakker worden. Normaal was het, oh shit, wat heb ik gedaan? En nu is het, oh shit, is dat gefilmd? Snap je? Dat is wel een ding geworden. Maar wat doe ik? Ik ga me daar niet... Mijn mama weet wat ik doe, dus who gives a fuck? Even een oprechte vraag. En dat is misschien ineens heel serieus en zo. Hoe ga je daarmee om? Want ik heb het gevoel dat dat heel snel is gegaan allemaal. Het is heel snel gegaan. Een positief ding dat veranderd is, en dat is voor mij iets heel raar. Ik kan mijn bankkaart ook in het midden van de maand gebruiken. Oké. Okay. Dat vind ik prachtig, maar tegelijkertijd, als ik dan naar de winkel ga met die bankkaart, moet ik ook 5 keer op de foto. Maar dat geen probleem. Ik had niet verwacht dat ik het ging kunnen. Nee. Als je had mij 5 jaar geleden gezegd wat er ging gebeuren, dacht ik, maar dat is echt alles behalve wat jij wilt. Ja. Zo gekend zijn in Vlaanderen. Maar het gaat.
Het gaat voor. Het gaat zeker. Iedereen kan het. Als ik het kan, kan iedereen. Iedereen kan bekend worden. True story. Gewoon een kiesprogramma meedoen. Ja. Mm. One day misschien. Hebben ze u nog niet gevraagd voor de slimste mens? Nee. En ik denk dat dat een beetje ook komt, doordat vorig jaar was AC, dit jaar Average Rob. Ik denk niet dat ik... Allee, snap je, als je dan toch een internetgezicht wilt in die afleveringen, dan neem je best... Een de bruinharige witte gast met meer volgers. Niemand afkomt met hem op Bartender. Moet wel gaan lachen worden. Ja, maar nogthans, als jury denk ik dat je echt super hard kunt kijken op hem. Sowieso. Sowieso. Ik ga... Daarom dat ik ook... Ik weet niet of ik dat kan. Maar ja, iedereen kan dat. Ik denk dat ik te veel aan het nadenken zou zijn. Als kandidaat gaan zitten, dat kan wel echt niet, daar kan iedereen. Mij hadden ze 2 dagen op voorhand gebeld. Ah, ja. Want er was iemand ziek geworden, dus ik was ook nog eens vervanging. Ja. Maar dat is misschien wel goed als u maar 2 dagen op voorhand bellen, want je hebt geen tijd om... Ik ben daar, gelijk elke sociale situatie die ik aanpak, binnengestapt, 2 gin tonics gedronken en me daar gaan zetten. En het dus je bent al 2 gin tonics diep nu ook? Nee. Dat gaat al. Dat was nog net iets te vroeg. Ja. Okay. We hebben onze volgende stap van onze cocktail. Ik ga Bocktail niet nog eens zeggen, misschien. Na dat bartender zo... Nee, die was de eerste keer zo fucking grappig, dat ga je niet meer kunnen... Oké, dan moet ik het misschien gewoon blijven zeggen. Dit is onze aanvuller. Onze mixer. Links of rechts? Ik ga dan nu voor rechts, zeker? Het zal toch 2 keer hetzelfde zijn. Oei. Dat is dubbeldrank. Mango en passievrucht. Mango en passievrucht, dat betekent dat ik tomatensap heb. Dus het lijkt alsof het gepland is bijna. Dat is goed. Amai zeg. Okay. Waarom staat mango en passievrucht in drukletters dan met appel? Zo klein erbij. Voor mij is appel dan ook geen selling point. Nee, als er mango en passievrucht in zit, dan zou ik zou het daarvoor kopen. Ik denk dat er meer appelsap in zit dan mango en passievrucht. Ongetwijfeld. Dat is wel echt erg voor de appel. Die staat zelf niet afgebeeld of niks. Die staan niet eens op dat visje? Nee, die staan niet op dat visje. Ah, dat is wel een beetje zielig. Dat is zoals Willy in de thumbnail. Jij bent onze appel. Ik zit een appeltje. De appel in de fruit, dat voel ik me echt. Alright. Het meeste van de podcast, maar toch. Jij praat het meeste. Ja. Die van nu gaat zoveel beter smaken nu al. Dat denk ik ook. Ik hou ook helemaal niet van tomatensap eigenlijk. Dit is de... Aromatische twist. Again. Aromatische twist, oké. Okay. Wat denken we? Links. Dat is... Limoensap. Ik denk dat bij mij had moeten zijn. Ja. Maar all yours then, dan ga ik voor... Ik weet wel, jij tabasco of zo normaal. Juist. Is dat... Citroensap. Amai. Ça va. Ik ben mijn limoensap. Lucky you. Amai, zeg. Wat een verschil. Een spoot doen 2 keer. Oh. Dat is zo het napipieken dat jij gedaan hebt. Wanneer je klaar bent met pipi, en dan, oftewel is dat in je onderbroek, oftewel is dat nog zo het laatste denk van, ah, wow, er was meer. Ja, hatelijk. Bent jij iemand dat lang... Op het toilet zit, is dat voor u een hele ervaring? Want je hebt zo mensen die een half uur op het toilet zitten, maar je hebt ook die mensen zeggen van... Oh, ik zit daar wel echt goed. Ja? En ja. Zeker als het op de paycheck van mijn basis. Vroeger was dat ook wel... Als ik dan een keer met een kater of zo aan het werk, is dat wel even mijn terugtrekruimte. Oké. Okay. En hoe ziet het er tegenwoordig uit voor? Is dat met of zonder gsm? Met gsm, oké. Okay. Nee, super, dan weet je... Zijn jij ooit al eens terechtgekomen op het toilet zonder gsm? Dat is de hel, hè. Saai, gast. What the fuck moet je doen? Ik denk dat daarom zo de cliché vroeger is ontstaan van zo shampooflessen en zo lezen, want er is niet veel anders te doen in een badkamer of een deur. Ah, je kakt in de badkamer ook. Ja, we hebben een wc in de badkamer, dus puur voor de duidelijkheid. Dus ooit dat een waffle... Kent je een waffelstamping, kent je dat? Nee. Dat is wanneer dat je in de douche kijkt en het met je voet in het doucheputje moet steken. Dat is waffelstamping. Ja. We hebben de volgende ladingdozen. Die van u gaat goed zijn, denk ik. Dat denk ik ook. Als jij nu niet nog genaaid wordt in de laatste rondes... Het is een competitie bijna, hè, Des. Hier, speciale toevoeging. Again, ik weet niet wat er zelf hieronder staat. Dus... Ik heb een kak. Je hebt... Ja, je hebt een geluk, maar jullie zijn gewoon jullie cocktails aan het maken. The fuck is deze? Eiwit. Eiwit. Ik weet niet of jij geluk hebt, eigenlijk. Je zegt dat al zo snel. Eiwit. Godverdomme. Ja, maar ik haat pikant. Als jij zegt, ik wil wisselen... Kunnen we wisselen? Dat is ook, hij spaart mij ook, want ik haat... Allee. Dat vind ik het enige lekker van een... Tabasco erbij. Tabasco, ja. Ik ben er gewoon heel slecht mee. Ik haat dat niet per se, ik ben er gewoon slecht mee. Ja. Dus dan had ik de rest van de podcast met verdoofde tong hier gezeten. Mijn lippen hadden zo wat spaghetti-lippetjes geworden. Of hoe noemde jij dat? Ah, spaghetti-mondje. Spaghetti-mondje, dat, ja. Dat je zo die oranje kring hebt. Zo. En dat je het al hebt afgeveegd, maar dat er nog altijd wel zo die oranje gloed hangt. Zo. Ik heb mijn laatst heel verraden gevoeld door Willy, trouwens.
Ik ga gewoon even, ja, traumadumping. Dit voelt een beetje als relatietherapie op een bepaald punt. Maar wij waren in Rotterdam chicken wings gaan eten. Moet ik dat schudden? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Vrij uitloop eieren. Dat wordt dan een merk of zo. Maar dat is heel vloeibaar. Ik denk ook dat dat is voor... ik weet het vrij zeker zelf. Nu moet je dat in een blender doen. En dan wordt dat zo schuimig. Dat moet opgeschuimd worden. Ja. Die blender is echt net weg uit die kant. Maar nee, wat er dus gebeurd is, deze gast... Had, wat was die saus? Ik weet niet wat het was. In ieder geval, jij mij een pikante saus verkocht. Was, ja. Mijn saus verkocht alsof dat de lekkerste saus was. En hij zei, jij gaat het echt goed vinden. En ik vertrouw u. Vertrouwde u. Hoe lang zijn jullie al vrienden? We zijn 5 jaar samen. Vijf jaar samen. En, strong and standing. Ik vertrouw nu door en door. En sindsdien is er wel iets gebroken, moet ik zeggen. De pikantste saus die ik in lange tijd heb gegeten. Dat is niet grappig of zo, dat is gewoon iets wat ik wou delen. Dat was echt trauma dumping. Ja, nee, dat is de eerste keer dat ik erover heb kunnen praten. Ocharme. Maar we geraken er wel door. Zie je ook zo, Bokkie, ik zie in uw drankje die Tabasco-druppels zo een beetje like een lavalamp. Ik weet het. Denken we dat het top gaat zijn? En over top gesproken, zijn dit de... Ah ja, over top gesproken. Ah, over top gesproken, extra smaak. De top eraf ging zijn. Extra smaak. Oké. Dat, maat, dat wil ik dus ook, yes. In uw tomatensaus. Vanillelikeur. Motherfucker. Dat gaat daar wel goed in zijn. Ja, ik lust dat ook weer niet, man. Moet dat er dan bij? Dan moet er nog een beetje bij, ja. Denk ik dan. Is vanillelikeur uw ding? Nee. Nee? Ik vind het maar Worcestersaus ook echt. Nee, en dat gaat, die van u gaat nog harder verpest zijn, want deze, dat contrast is nog veel groter. Kan ik een shotje on the side doen? Be my guest. Dus we hebben nog een paar shotglazen. Het is extra smaak, dus... Ja. Extra shotje. Wilt jij een shotje, Willy? Fuck it. Hoeveel druppels? Ik denk 20-tal. Onderweg naar hier dacht ik... Probeer een beetje te letten dat het weer niet over alcohol gaat. We hebben nog andere onderwerpen ook. We hebben sowieso nog andere onderwerpen. Maar ik krijg echt boze DM's van moeders. Het is wel wat verbeterd. Dat ik aanzet tot drinken. Mm. En ik wil dat... Ik heb het overal en elke keer al gezegd. Dit gaat over mij. Ik vind dat... Mm-hmm. Mij helpt dat. Ik besef volledig dat er mensen met problemen zijn, vrienden van mij ook. Ik heb het allemaal gezien, zelfs familieleden. Maar voor mij, ik heb dat onder controle en voor mij werd dat echt... Please, volg me niet. Dus zonder alcohol hadden wij niet de full Bokkie experience ook niet? Jawel, want ik ben best als ik nuchter ben. Oh, shit. Ja. Ja, weet je. We zijn hier nu. Oké, kerstmarkt vibes. Maar dat zijn ook echt grote. Wat vind je van de kerstmarkt? Ik ben fan. Oh, merci. Ik kom er eigenlijk wel niet... Regelmatig genoeg, maar ik vind het altijd wel fijn. Zo maar één keer per jaar. Eén keer per jaar. Ja, en dat is ook zo altijd maar een bepaalde periode zo in het jaar. Dat ik zo echt denk van, amai. Maar ik bedoel, er zijn mensen die op een week meerdere keren naar de kerstmarkt gaan. Zeker in studentensteden, in Leuven was het dan. Ze gaan allemaal nog even naar de kerstmarkt. Ik vind één keer in heel die periode wel goed. Ik haat de kerstmarkt. Echt? Ja. Oké. Okay. Ik vind glue wine iets heel raar. Ja, ik vind normale wijn al niet. Het gaat gewoon... 1. Uit zelfbescherming haat ik het. En 2. Niemand overleeft die Geneverkotjes. Dat is de hel gewoon. Iedereen mispakt hem daar. Mm. Ja. Enfin, bon. Zullen we wel mispakken? Santé. Santé, man. Willy? Ik ga dat echt als allerlaatste doen. What the fuck? Je hebt ons getricked in een shotje te doen en dan zelf... Heb jij gezien? Die schijnbeweging? Ja. Maar ik moet echt eerlijk zeggen, dat smaakt gewoon aan vanillepudding. Ja, dat is gevaarlijk. Oh, dat had perfect kunnen zijn. Die Tabasco is... Je hebt ook al veel in gedaan, niet? Tabasco is echt vernukt. Oké. Zijn we klaar voor onze laatste ingrediënt? Over top gesproken. Doe top it all off. Top. Oké. Okay. Kies jij een keer eens, want ik heb u al een paar dingen aangesmeerd. Dat is hier letterlijk, jij zegt gewoon echt... Hey, jij bent een Bloody Mary. Ja, ik heb een volledige Bloody Mary. Met eiwit. Ja. Oh, shit. Dit is echt oneerlijk, gijs. Deze is perfect. Maar jongen, we zijn alle twee perfect. Ja, ja, maar dat is veel lekker. Ik had gewoon zin in de pornstar martini. Dat is perfect. Dat is perfect. Ja, het gaat goed zijn. Ik sta er echt aan versteld dat dit onafgesproken gewoon eigenlijk klopt. Jij snoepje hebben, Willy. Nee, ik ben eigenlijk goed. Ik heb hier nog een pintje staan. Juist. Een snoepje voor de volwassenen. Voor de volwassenen, zegt een... Wat is volgens u volwassen zijn? Vanaf wanneer ben je volwassen? Als er een kind uit uw vrouw komt, denk ik. Is dat het moment dat je... Ik denk dat je dan geen keuze meer hebt. Nee. Dan kun je niet meer alleen aan je eigen denken. Want ik heb het gevoel dat veel mensen ook al volwassen zijn op zo'n
21 of zo, op het moment dat ze zo... Nee, eigenlijk iets later, zo, wanneer dat ze klaar zijn met hun nief en een pak beginnen dragen en zo, dat die zich ook al volwassen voelen, dat er dan nog geen kind is. Die motherfuckers in hun pak, dat zijn derste, hè. Na duren ze daar de grootste varkens. Niet normaal, ja. Maar ik denk vooral dat er kind in het spel is. Dat, je ging, dat kun je niet meer aan je eigen denken. Dat kun je niet meer het kind zijn. Is de reden waarom dat ik geen kinderen heb. Ik vind het leven soms nu al moeilijk. En ik heb alle vrijheid. Ik moet voor niemand... Allee, ja. Ik heb een vriendin die alles snapt. Ik heb geen kinderen. Stel je voor dat er een blijdende kleine vanaf 6 uur 's morgens bij is. Zet je daar al op die leeftijd mee bezig? Of nee, ik niet? Heb nog maar net de zoektocht naar een appartementje gestart. Ja. Ik heb niet eens zelf een eigen plek, dus wat ga ik mijn kind... Ja, ja. En jij hebt geen vriendin waarschijnlijk. Jawel, die mama. Amai, dat snap ik. Dat is toch... Als ik alle reksten zie. Dus ik zou graag wat je met papa noemt. Wat denk jij met kinderen? Nee, ik weet het niet. Momenteel in mijn leven denk ik... Nee. Omdat ik heb ook zin om mijn eigen leven te leiden. Zo. Ja, zeker nog op jullie leeftijd. Ja, en wij zijn ook met shit bezig. Als we dan bovenop nog eens rekening moeten houden met... Met kinderen? Ja, ja. Maar wie zijn die mensen die op hun 24 al kinderen hebben? Dat is... Allee, iedereen heeft zijn levenspad natuurlijk, maar... Ja. Ik heb er een hele mening over, maar dat is eigenlijk te serieus voor deze. In ieder geval, komt erop neer... Oh, we kunnen dat... drinken ondertussen. Dan... Ah, ja, dan boeit dat niet. En dat klinkt als een mop of zo. Is dat de mansklap? Werk blijkbaar. Nee, kinderen op deze leeftijd vind ik vrij roekeloos. Ja, dus wij gaan geen kinderen... Nee. We hebben erover nagedacht, ik ga het niet doen. Tattoos en zo heb ik, vind ik minder roekeloos dan op deze leeftijd een kind hebben. Dat snap ik. Toch? Ja, maar toch? Is het meer sociaal aanvaardbaar. Ja. Dus op 24 een kind hebben... Ah, oké, dat is wel vroeg, maar sure. Ja. Een tattoo? Mijn mama was niet goed gezien toen ik mijn eerste tattoo had. Zelfs de mijne eigenlijk niet, dat is waar. Zie. En die is wel al het een en ander gewoon en die was toch ook niet... Er stond wel smakelijk naast mijn piemel getatoeëerd. Dat was mijn eerste. En je mama heeft die wel gezien dan, toch? Ja, maar ik kan dat zo... Ja, okay, op die manier. Je hebt heel veel ruimte. Heel veel ruimte. Nee, dat is het ding. Er zijn zoveel dingen op deze leeftijd die grotere gevolgen hebben, maar waar dat... minder commentaar komt dan op tattoos. Bijvoorbeeld trouwen, vind ik ook een heftig op deze leeftijd, maar het gebeurt. En dat is een commitment for life in het beste geval. Dat is gewoon de overheid die zich komt bemoeien in de relatie. Ja, exact. Dus ze willen samen zijn. Iedereen die getrouwd heeft, heeft een trio met de overheid. Ja. Als jullie willen samen zijn. En wat krijg ik? Ja. Nee, maar dat telt niet. Dat telt niet. Nee, jullie zijn niet echt samen. Ik zal dat wel bepalen. Ja, het is een beetje crazy. En dat was ook een moeilijk gesprek met mijn vriendin recent. Dat ik zei, van, ik vind dat een beetje een achterhaald concept. Vond zij jammer. Omdat het wel een mooie dag is. Ik snap dat ook. Ja, maar moet eens bij mij verkeren. Elke dag is een mooie dag. Dus ik snap niet. Ik snap niet dat je daar nog... Elke dag is een feest. Ik heb dezelfde discussie als u. Dus 10 jaar ouder of zo. En die discussie blijft. Mm. En dit wil heel graag trouwen. En is een kindermens een ding dat zij heeft? En ik denk dat dat bij vrouwen aanweziger is. Nee, ik zeg nu nee. Zij is 28 of 29 nu. Zij zegt nee, maar ik heb wel zo nog altijd een beetje angst dat er op een keer... Ja, snap ik. Zo ineens tijdens de seks zo locked in. Er is recent iets gebeurd. Ik ben recent naar Rotterdam geweest. Ja? Ik heb op mijn story gezet, wat moet ik doen in het uur dat ik hier heb? Uw advies? Naar het casino gaan, daar in Rotterdam, als station. Ik dacht dat dat grappiger ging zijn. Ik heb dat gedaan. Ah, serieus? Ik ben om 2 uur 's middags ben ik naar het casino gegaan in Rotterdam. Ik wou er een paar stories van zetten, maar dat was eigenlijk een heel zielige bedoeling. Ah, serieus? Zeker op dat uur zitten daar mensen die niks anders te doen hebben op dat uur dan in het en casino. En veel gepensioneerden, hè? Ja. Maar dus jij hebt me een advies gegeven op wat ik moest inzetten? Op zwart 8. 20 euro. Op zwart 8 gezet. Ik ben met 0 euro naar huis. Dus jij hebt mij al geld gekost. Maar ik ga u een kans geven om het goed te maken. Ja. Om terug geld te winnen. Oké. Voor mij. Ik heb hier 20 euro en een heel belangrijke vraag voor u. Oké. Rood of zwart? Zwart. Zwart. Dat is belangrijk, hè? Ja. Oké, dan neem ik zwart. Dan ben jij rood. Ben ik rood? Jij bent rood, ik ben zwart dan. Oké. Oké, dit kan me weer 20 euro kosten. Hè. Als nu zwart niet wint... Wat gaan we doen? Dus... We hebben 2 worstelaars. Rood is die van Willy, zwart is die van mij. 20 euro on the line. Echt worstelen was wel intens, dus het is armworstelen vandaag. 3, 2, 1. Godverdomme.
Dat is een serieuze... Dus... Ay, shit, je zet je geld kwijt. Zie het. God, is het best of drie of niet? Nee, het is één keer en dan niet meer. Ah, toen mijn proficiat toch wel, alsnog. Ja. Ja. Hey, proficiat met een... Damn, guest, weer 20 euro. Jullie. Hier. Merci, hè. Ook de eerste keer dat jij betaald krijgt op deze podcast. Nee, dat is dan 40 euro in de schuld door u. Majozig. 40 euro in de schuld? Dat is niks. Dat is niks voor hem. Nee, voor u is dat niks. Dat is een Doritos-campagne. Dus terug alcohol. 40 euro vergokt. Maar heb je geamuseerd, ja toch? Weet je wat dat ding is? Ik denk dat wij samen moeten gaan. Want ik kwam daar aan en ik snapte niet hoe ik geld moest inzetten. De eerste 10 minuten dat ik daar was, heb ik zo rondgedwaald. Omdat ik niet durfde vragen van hoe werkt dit aan iemand. En dan toch, ja... Mijn trots opzij gezet. We zijn een kwartier bezig. Ik heb alcohol en casino gepromoot. Ja. Nog iets? Nee, maar ik wil even duiden ook. Ik deed dat vroeger. Ik heb nu hetzelfde met de bankkaart. Dus dat is een nieuwe wereld voor mij. Ik dacht, amai, dat is hier plezant. Dat is hier een café waar je kunt spelen. Dus heb ik veel nieuwe. Ik had vroeger ook geen parfum. Nu kan ik parfum kopen. Wow. Ik heb voor het eerst, het gaat zelf ver, hè. Zomerparfum en winterparfum. Wow. Wow. Ja, zomer lelies, winter patchouli. Wow. Oké. Okay. Eigen keuze, is daar in invloed eigen keuze. Alles geroken. Dat is ongelooflijk. Ja, dat vond ik ook echt een moment. Van mijn eerste parfum dat ik kocht op mijn 37. zo voelde rijke groot mensen moment. Ja. Groot moment. Ja. Ja, ik kom echt van ver. Ik sliep op een matras en bij de slimste mens. De eerste keer dat ik daar zat, hoeveel keer dat je daar zit, ja, voor je uren dat je zit, wordt ook betaald. Mm-hmm. Dus ik heb daar 7 keer gezeten. Dus ik had genoeg gespaard voor een bed. Dus ik heb naar de matrassenkoning gegaan en ik heb me daar mijn 2000 euro op tafel gehoord. Geef mij je beste bed. Dus ik heb nu een bokspring van 2 meter op 2. Wow. Met zo'n pornoluifel. Aan de dingen. Het is crazy. En de dingen, de satijnen lakens. Ja, echt alles. Oh. Het is echt een pornobokspring. Oh shit, dat is echt nice. De laatste 3 jaar zijn er al wel heel veel mooie momenten gebeurd dat ik voor het eerst gedaan heb. Also. Dat is tof. Een bed gekocht, parfum gekocht. Ja. Ik dacht dat je echt bedoelde in dat bed zijn er ook momenten gebeurd, maar gewoon over het algemeen. Ik ben bijna 40, het valt wel mee. Ja. Het valt wel mee. Ik heb dan een heel belangrijke vraag van iemand van uw leeftijd. Voilà. Wat kunnen wij, twee snotapen, van u leren? En dat mag serieus op geantwoord worden. Dat mag eender wat zijn. Ja, Als de tip is, doe mee aan de slimste mens. We doen ons best. Ik had vroeger veel angst voor... Ik dacht altijd... We hebben daar juist, toen de camera nog niet aan het draaien was, ging het over vroeg doodgaan. Ik had daar echt lang mee bezig gezeten, omdat ik redelijk hard geleefd heb. Maar een menslichaam kan heel veel aan. Uh-huh. Dus zet daar... Je mocht je eigen tot je 35 vergiftigen naar keuze, denk ik. Tot uw 35. Ja, dan begint het zo het eerste. Dus... Nou, in dat geval... Een mensenlichaam kan echt veel aan. En er gaan veel motherfuckers zijn die je proberen neerhalen of veranderen of zeggen dat je marginaal bent of zeggen dat je niet geweest bent. Heeft iemand dat tegen u gezegd? Dat je marginaal bent? Jij woont in Aalst. Dan ga ik niet meer lachen. Nee, iedereen zit altijd op Aalst te kakken, maar Aalst is geniaal. En de eerste reden dat wij daarin meegaan, is omdat jullie dan niet naar daar komen. Want wij zitten daar fucking goed. Dat is fucking jullie hebben dan niet door hoe goed dat daar is. Dat is een paradijs, maar... Ik geloof je. Ja. Ik geloof je. Altijd is welkom. Ik zal jullie het paradijs heel graag laten zien. Dat klinkt super. Maar een tip, de mindset dat ik nu heb, zou ik gewoon, die heb ik al van mijn 20-jaren, zou ik zo graag nog blijven verder gaan. Er komt een heel belangrijk moment op, en we gaan even serieus, hè. Een heel belangrijk moment op jullie af. Dus als jullie nog iets ouder worden tegen je 30, ga je vrienden verliezen. Door het leven dat er tussenkomt, door toch een kind of door... En daar had ik het wel moeilijk mee, of zo. Dan dacht ik, godverdomme, zit ik hier alleen. Maar ook dat komt weer goed. Daar moet gewoon nog wat tijd weer over en dan gaat iedereen toch weer samen terechtkomen. Oké. Okay. Ja. Maar gezellig. Moet ik een scheet laten voor, voor de fun weer terug? Ja. Wij doen boeren meestal, dus dat is makkelijker. Ja. Nee, maar dat is wel gewoon... Ja, ik wil dat geloven. Dat is naar mijn ervaring, hè. Ja. Vrienden, wij zijn de boys for life. Dat bestaat niet. Maar dat is de reden waar, denk ik, waarom dat wij ook gewoon... Ja, dat is echt heartbreaking. Ik heb die foto daar, dat is van mijn vriendengroep. Ja, ik kan hem net niet zien. Dat zijn de gabbers. Ja. Dat zijn mijn boys for life. Ja. Dat is niet for life. Oei. Nee, dat is voor uw 20-jaar. Uw 20-jaar zijn uw stage voor de rest van uw leven. Oeh. Damn. Dus heb ik het ervaren, hè? Iedereen is anders. Zeker ik. Ja. Ja. Weet je wat het ook een beetje misschien een rol speelt? Waar wij misschien in een gelijkaardige positie zitten,
Ik weet niet wat dat uw vrienden zijn gaan doen, maar mijn vrienden zitten bijna allemaal in de consultancywereld tegenwoordig. Ja. En ik zit hier met u cocktails te maken. Ik moet zelf even nadenken wat dat consultancy juist is. Dat type mens ben ik dan. Ja, dus consultancy is... Dus advies geven in het bedrijfsleven, bij bedrijven en zo. Mijn advies is dit. Ja, maar er zijn veel dingen dat was mij, dat ging ik normaal gezien ook zijn als ik niet per ongeluk een video was beginnen maken, of een camera had gekocht waar ik veel meer plezier uit haalde dan dat ik dacht. Dus dat was mijn... Maar dit houdt u wel, jongens, hè? Deze shit. Daar twijfel ik niet aan. Ja, dat is wat echt, dat ook is dat 2 weken op voorhand is mijn agenda vol gepland, sowieso. Ja. En bij mijn vriendengroep is nog steeds dat we soms plannen maken in de middag voor die avond. Ah, ja. En dan moet ik al proberen dingen te verschuiven, want vaak zijn opnames ook in de avond. En dan kan ik niet aanwezig zijn. Maar dan fuck die opnames dan. Dat ben ik wel, zo ben ik ook wel. Ik zeg wel shit af. Maar dit is dan echt levensadvies dat ik ga opvolgen misschien. Ja, ik vind fuck die opnames, want dat... Stel, het is die avond, de avond waar je binnen 10 jaar, als je elkaar even hebt kwijtgeraakt en dan toch nog eens... Terug over praat. Ja, en daar wil je wel bij zijn natuurlijk. Ik word hier bijna emotioneel van. Dat weet ik, hè. Hij heeft een keer gedronken van de redding. Ik meen dat echt. Ik hou echt van jullie gasten. Ja, ik wil dat ik te weinig zeg, maar ik zie nog echt zo graag iets dat je vrienden hier op de bellen gewoon gasten. Nee, maar fuck de opnames, is dat het slogan dan? Voor mij dikwijls wel. Ik zou altijd kiezen voor mezelf en mijn vrienden en plezier, ja. Want voor mij is het probleem dan bijvoorbeeld, de dag dat er iets leuk te doen was een dag van een presentatie die ik moest geven. Ja. Dus er zat 200 man in de zaal. Ik kwam daar binnen en die waren daar voor mij. Ja. En om dan te zeggen, nee, dank u, ik ga feesten of ik ga iets drinken met mijn vrienden of iets doen met mijn vrienden, vind ik dan een heel moeilijke, omdat je wel een verantwoordelijkheid hebt tegenover iedereen in die zaal. Ja. En dat zijn en zo misschien mensen alles, die ook aan het kijken. Zo moet je alles afwegen natuurlijk. Ja. Dat snap ik. Maar als er niet te veel mensen... Maar ziet dat je op die leeftijd gewoon... Je gaat ze later ook niet zien, hè. Dan gaan jullie elkaar allemaal niet meer zien. Dus je 20 jaren moet je wel echt zoveel mogelijk. Fuck deze opnames, we gaan naar huis. Nee. Maar je hebt ongetwijfeld gelijk. Ja. Je hebt echt wel gelijk. Ik heb echt... Het is niet van gelijk hebben. Ik ben gewoon ouder dan u, dus ik heb het al meegemaakt. En tegen mij zeiden oudere mensen dat toen ook. En toen dacht ik ook van, ja, het zal wel. Ja, jongens, de vriendschap. Ja. Gezellig. Een veel luchtiger onderwerp, politiek. Als jij een politieke partij zou starten, hoe zou die heten? Hoe zou die heten, jongen? Ik denk, ja, het gaat ook... Ik snap de vraag, maar het gaat nooit gebeuren. Dat... Nee, moet ook niet. Nee. Wij hebben ook recent een partij ontwikkeld. Gaat waarschijnlijk ook nooit gebeuren. De PVDO, de Partij van de Onzin, hebben wij wat standpunten voor gecreëerd. Het zal geen echte partij worden. Ja. Hoe zou uw partij heten? Als je toch een naam moet kiezen voor een partij die nooit zal bestaan. Ik denk zo één krachtig woord. Ja. Wat zijn sowieso dingen in uw beleid dat zouden doorgevoerd worden? Bij ons is dat bijvoorbeeld echt gewoon verban alle trappen. Verban alle trappen? Ja, gewoon. Je zit op de eerste. Ah, ja. Schuif af. Ja. En dan met de schuif af naar boven. Ja, ook. Sowieso. Hatelijk. Ik stem hem niet op jullie. Nee, maar... Een trap is dan toch iets handiger in naar boven gaan. Feit. Het is minder grappig. Niet... En daar is dan mijn partij voor. Het is niet fuck de trap. Het is niet antitrap. Het is trap en glijbaan. Ah, ja. Oké. Okay. Keuze voor de mensen. Okay, mijn standpunt is, we verdelen de wereld even in 2 delen. Mm. En we nemen mij, want ik ben de leider van mijn partij, als voorbeeld. Vind je mij leuk of vind je mij niet leuk? En links gaat je als je mij leuk vindt, als je denkt dat je met mij op café kunt gaan. Rechts denkt je als je dan ik... En vanaf nu wonen wij daar. Oké. Okay. Snap je? Die wonen gewoon daar. En de mensen links wonen dan in een soort van... Kraak? In... Gewoon allemaal maar dan onder uw beleid dan. Ja, er is geen beleid. Dan zien we, beleid is dat er geen beleid is. We zien wel. Het is ook de naam van de partij, denk ik. We zien wel. Dat ik was aan het denken aan dingen. Gewoon zo een boktatuur. Een boktatuur? Ik vind even geen woordspeling. Ik vind geen woordspeling met appel. we moeten de wereld verdelen in eikels en geen eikels. En, En in welke groep zit jij dan? Ik ga... Nu, in deze situatie, dan als voorbeeld. Vind jij mij een eikel of vind je mij geen eikel? Ja. En zo verdelen we de wereld. Even. Mm-hmm. Dat is ook handig. Als we de wereld nu verdelen in mensen die wel andere mensen willen dooddoen of mensen die geen andere mensen willen dooddoen. Ja. Dan zitten we wel veilig. Zolang dat de mensen die andere mensen willen dooddoen, andere mensen dooddoen, zitten we wel... Ja, en dat er niemand aan het liegen is. Ja. En dat er een appel in zit. Oké, En dan gewoon, wil je mensen doden? Nee. Vergeet er niet te liegen. Nee. Ah! Oh!
Ja. Ja, en dan, goh, je kunt voor milieu ook dingen zeggen van red het regenwoud, print btw-ticketjes op snoeppapier, bijvoorbeeld. Ja. Niemand gebruikt dat toch echt nog? Nee, dus, btw-bonnetjes niet, nee. Je pakt dat mee omdat ze vragen op het ticketje hebben en je weet, je gokt op dat moment. Daar een foto van eigenlijk. Dus eigenlijk stuur je maar beter een foto of zo via AirDrop, ja. Exact, want je gooit dat toch in de vuilbak. Dan heb je er toch nog meer iets aan. In elk restaurant gewoon een boekhouder standaard zetten die het gewoon aan de deur verwerkt, ja. Dat vind ik een goeie. Ja. Dat is een goeie. Daarom zou ik op u stemmen. Ja, ik snap boekhouder aan de deur. Want daar ben ik ook wel echt slecht in. Ik ben zo'n fuck op met die bonnetjes. Achter de computer ligt een stapel met btw-bonnetjes. Ja. En niet van snoeppapier, jammer genoeg. Oké, nog een tip. Gewoon foto's nemen. Ja. En direct doormailen. Maar gewoon ook op restaurant direct een foto nemen. Slim. Wauw, man. Oké, wat kunnen we nog doen? Levenswijze. Deze vind ik goed. Deze vind ik goed. We zijn echt de wereld een beetje beter aan het maken. Hoe maken we de wereld? Dat we echt de wereld aan het veranderen zijn hier. Ja. We zien wel. We zien wel. Ik ga een controversiële doen. Fuck papieren rietjes. Fuck papieren rietjes. Wat hebben zeeschildpadden ooit voor ons gedaan? Ja. Ja. Nee. Maar fuck papieren rietjes. We vinden wel een ander materiaal, maar ik ben het beu om aan net karton te lurpen. Wat is er gebeurd met gewoon je mond gebruiken? Ja, waarom moet er een rietje tussen, plastic of papier? Zo moeilijk is dit niet, hè? Ik denk, we zijn zo lui geworden dat we... Nee, ik kan niet dit doen. Er moet nog een verlengde stuk tussen. Ik durf dat op kapitalisme steken. En dat een rietje misschien nog iets vlotter drinkt en dat je glas nog net iets vlotter leeg is. Ofzo. Dat durf ik zeggen, maar ik heb echt geen idee waar ik over praat. Ja. Is dat daarom dat wij geen rietjes bij onze cocktail krijgen? Nee. Dat was het budgetniveau. Dat is ook kapitalisme. En openbaar vervoer. Wat kunnen we daaraan doen? Want jij hebt wel of niet? Nee, ik heb geen rijbewijs, nee. Oké. Okay. Hey, join the club. Join the club, ja. Sick. Dus je hebt dat nog niet... Hey, ook op uw leeftijd niet per se nodig? Maar je moet sterk in je schoenen staan. Ja. En je moet kunnen factureren, want de taxikosten lopen wel op. Okay. Ja. Zullen jij nu naar hier gekomen? Ik ben naar hier gekomen met Taxi Eddy, ja. No way. Ja. Taxi Eddy, dat is ook de vaste taxi, toch? Ja. Oké. Okay. Ik kan dat inbrengen bij jou. Ik kan dat bonnetje daar gaan bijleggen. Sure. Ik ga dat toch niet doorhebben, waarschijnlijk. Dus op die stapel. Dus, het was 130. Dus jij zit €170, heb ik je wel armer gemaakt met die €40. Ja, wauw. Okay. Maar gaat views hebben, hè? Doe maar een gekke thump op de video. En, Ja, YouTube betaalt waarschijnlijk wel €20 voor deze podcast terug. Dus, verdient je geld met YouTube? Heel weinig. Heel weinig. Ik behandel dat zo'n beetje als gevonden geld. Zoals dat je, als je €2 op de grond vindt, cool. Maar je moet er niet op rekenen dat je elke week €2 op de grond vindt. Dus als ik iets verdien aan YouTube, cool. Maar ik reken er niet op dat ik iets verdien aan YouTube. Ik maak wel YouTube-video's, maar daar zit altijd zo copyright. Ja, maar dat is ook leuk. Deze podcast, op mijn vlogkanaal, verdien ik... Zelfs in de hoogdagen denk ik dat ik eens een keer €5 had verdiend. Omdat er één video geen copyright music had. Maar alle rest is altijd copyright claimed. Dus ik verdien... Aan vlogs sowieso niks. Deze podcast... Ik denk dat het meeste... Ik mag dat niet zeggen van mijn mama. Het meeste dat ik... Waarom? Omdat ik niet mag praten over geld online. Ja. Maar het meeste dat ik ooit verdiend heb op een maand, is bijna €500. Aan YouTube-video's. Aan YouTube. Ja. Maar dat betekent deze camera... Deze podcast wordt geëdit. Wanneer een fotograaf, videograaf, Jana, twee worstelaars... Wat is de functie van Jana? Waarom zeg jij Jana? Jana, die houdt dit staande. Ah, ja. Die is, die heeft, de cocktails waren hier niet, de sumo-worstelaars waren hier niet. De helft was hier niet. Als Jana Head of production. Ja. Eigenlijk wel. Yeah. Ja, dat vind ik een goede titel. Head of production. Voilà. Maar dus dat is best wel een volk om te betalen, op een maand te betalen. Tuurlijk, ja. Als je 4 podcasts per maand doet. Anyway, boeien. Fucking boeien. Antwoord, ik verdien iets aan YouTube, maar ik reken er niet op dat ik iets verdien aan YouTube elke maand. Want dat is nooit echt gigantisch veel. Ik heb ooit eens €1000 gevonden op de grond. What the fuck? Op de grond? Dat is een true story. Wat de kak, waar vind je zo'n haven van Antwerpen, waar vind je zoiets? Het was al nog in Aalst, dus waarschijnlijk iemand zijn jaarloon. Wij mochten niet kijken op Aalst, maar jij bent... Ik ben van Aalst. Ja, ik ben dik, maar andere mensen dik doen. Andere mensen mogen mij niet dik doen. Okay. En er lag dus een envelop met €20 uit en ik was al zo blij als iets. Dus 10, 15 jaar geleden. En daar zat €1000 in. Jesus. Toen ben ik naar huis gelopen en heb ik gedroomd dat de maffia achter u aan ons deur stond. Voor die, want toen was dat nog €1000. En toen heb ik met zo'n mp3-speler... Zat daar nog iets tussen? Zo, een minidisc. Hebben jullie dat nog meegemaakt? Nee, met een Walkman. Met een cd. Ja, dat zat daar nog verder. Maar zo'n mini, zo met kleine schijfjes, dat was toen hot and happening. Heb ik nooit meegemaakt. Ik denk ook dat dat...
een van de weinige dingen is die ook niet meer cool worden of zijn. Nee, die niet overleefd heeft. Nee. De minidisc heeft het niet overleefd. En zelfs een Walkman. Ik heb een Walkman. Ja. Die gebruik ik niet superveel. Een platenspeler. Ja. Wordt ook nog gebruikt, minidisc. Ja, wat is er mis met een minidisc gaan? Goh, maar jij kunt dat waarschijnlijk terug cool maken. Eerlijk? En dat kan het standpunt van de partij zijn. Hè? Ja. Alleen nog muziek op minidiscs. Maar zelf ik vind het een beetje... Oké, dan is het geen standpunt van de partij. Dan skippen we dat. Is dat dan lang meegegaan? Nee, ja, de minidisc. En, ik heb mijn broer en mijn maaiets gegeven. Oké. Okay. Ja, maar ik bedoel, gaat de minidisc... Was het dan snel kapot? Heb je die 1000 euro of heb je daar lang mee kunnen doen? Aangezien ik er niks meer van weet, denk ik dat ik betere dingen had kunnen doen. Maar kan ook over... Ik heb al het erfenis. Hè. Mijn papa is dood, dus ik had ooit op mijn 24 ook... Kreeg ik op een keer 50.000 euro op mijn rekening. Oeh, wauw. Erfenis. En dat hadden ze niet moeten doen, natuurlijk. Mm. Is geld snel op bij u? Dat was, ja, ik heb dat toch op 2-3 jaar. En terwijl dat mijn ma in alle paniek van shit, dat mocht niet op je rekening zijn komen. Mm. Rustig, ja. En dan snel tempo. Ja, gewoon... Dat is echt 50.000 euro speedrun. Ja. Ja. 3 jaar, ça va, ja, maar ja. Kunnen wij 2 jaar, denk je? Let's go. Geef mij een dag. Geef mij een dag en 50.000 euro. Wat zou je doen met 50.000 euro op 1 dag? Ik zou naar het casino gaan. Yep. Zwart 8. Zwart 8. Je kunt toch niet 2 keer verliezen? Toch. Ik doe mee. Dat is toch, casino, dat is 50-50. Dat is gewoon oftewel winnen niet. Ja. Exact. En de meeste mensen stoppen met gokken vlak voordat ze winnen. Zeker. Dus als je nu aan het gokken bent en je hebt nog niet gewonnen vandaag, zit nog wat geld in. Gewoon, je mocht nooit opgeven. Ja. De enige mensen die echt verliezen met gokken, zijn degenen die opgeven. Ja. We hebben hier jarenlang deze podcast opgebouwd en de boodschap was altijd, niet drinken, geen alcohol, drugs is helemaal niet zo cool als ze zeggen. En dan komt Bokkie de Ripper weg. Zeg, 200 afleveringen, ça va. Dan mag dat wel eens, toch? Voilà. Eigenlijk, we zijn echt een beetje feest aan het vieren. Dit is echt feestdag, shit, ja. Proficiat, jongens. 200 afleveringen samen. Eigenlijk niet. Eigenlijk ook wel. Achter het scherm, het logo is al van dag 1 gemaakt door deze gast. Dat is cool. Zonder hem zou die pet leeg zijn. Zou gewoon een zwarte pet zijn. Er zou een ander logo opstaan van een andere graafstuk. Kun jij nu leven van je job al? Sorry, dat is niet te veel... Het is echt een conversatie. Het is echt leuk dat jij dat zo. Ik heb heel veel geluk dat ik ook door deze podcast ook in contact met veel fucking coole mensen kom. Ja, maar ik kon u ook al juist uw naam zien. Cool, dat is echt nice. Ja, ik heb dat al zien passeren. Ik zeg het, ik heb echt geluk, want ik doe nu voor Average Rob, heb ik al wat gedaan, voor u dan, voor Used Music. Ja. Gewoon zo van, ik weet niet, echt coole mensen gewoon. Ja. Maar dat is het ding, nice. Je moet zo... Heb je die ook gevoeld alles per ongeluk? Ja, Maar ik ben gewoon echt. Ik ben dingen aan het doen dat ik leuk vind. Ik ben de dopamine aan het volgen. Ja. En dat lukt tot nu toe. Dat is eigenlijk de maatstaf van: is dit leuk? Ja. Dan blijven we dat doen. Ja. Dat en de maatstaf is: zou ik het gratis ook doen? Oh. Doe ik het gratis ook, ga je me wel betalen. Oké. Okay. Ja. Zo toets ik elke opdracht af die binnenkomt. Zou ik dit gratis doen? Mm-hmm. Ja, dat is ook weer een goeie. Maar dat is leuk, meer wijsheid uit deze podcast al gehad dan ik dacht. Ja. Of misschien is het gewoon omdat ik zelf dommer aan het worden ben na de alcohol dat ik al geconsumeerd heb. Maar Johan, er zit zo'n... Ja, maar Worcester sauce. Ik heb het over de shotje. Gewoon een glas. Ik ga dat niet liegen, ik voel dat wel. Ik ook, dat shotje van daarnet en het pintje. Ik voel wel dat ik alcohol op heb. Ik ook. Oh shit, ja, ik heb... Ja, tolerantie van... Kan, niet als maar vinden jullie nu... want ik ben wel graag nuchter tijdens mijn werk of zo. Ja. Wat dan een hele rare zin is, iedereen. Ja. Wordt denk ik wel verondersteld van nuchter te zijn. Ja. De media, je weet het nooit. Hè. Maar als ik dan jury stemste wens, moet ik ook zo goed aftoetsen. Dan denk ik zo energy tonic gematigd dat ik zo gewoon in de juiste sfeer zit. Ik ben ook liefst nuchter. Gefocust, sowieso. Hè. Ja. Maar ze hebben wel een verkeerd beeld van mij, want dat ik zelf... Wij dragen bij aan dat beeld. Zeker. Wat ik zelf veroorzaak, want dat zijn natuurlijk de toffe momenten dat je ziet, is het feest en het dingen, maar 6 van de 7 dagen leek ik gewoon nuchter in mijn zetel naar tv te kijken, wat ook een hele grote hobby is. Dat is ook tof. Ja. Je straalt wel echt zo Bourgondier uit. Ja, maar dat... Ja. Is dat de look waar je voor gaat ook? De look is zwerverschik. Wat gelukt is, maar de levensstijl is zeker Bourgondier, ja. Dat is dan zo een foute... misconceptie of zo, maar daar wordt er dan wel wat bij van veel drinken. Of zo, altijd elke dag wel alcohol drinken of zo. Ja, dat doe ik dus niet. Ik kies me 1 dag in de week uit en drink alle pintjes van die week dan. Ah ja. Ik ben dat type, snap je? Oké, je spaart. Ja, oprechte vraag. Ja. Doe je aan voordrink? Is dat een ding? Leg mij het concept nog eens uit van indrinken. Ik ben al zeker
in een situatie terechtgekomen bent waar ze zijn, gaan we indrinken. Maar wat is indrinken? Just? Dus je hebt plannen. Je gaat die avond naar een feestje, je gaat whatever, iets doen met een groep mensen. En op voorhand kom je met soms een kleinere groep mensen op een andere locatie samen, vaak bij iemand op Kots appartement. En dan begin je eigenlijk al met drinken. En dan verplaats je je met de groep naar de volgende locatie om daar dan echt pas te feesten. Maar de eerste 2-3 pintjes tellen niet, want het is gewoon om normaal te worden. Jij drinkt dus altijd in. Als ik dat zo hoor. Dus indrinken is gewoon dat je normaal naar het feest kunt vertrekken. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan doe ik het zeker. Jij zo je frak aan in de gang. Goed, allez, schat, ik ben weg. Hè. Ik zal niet naar buiten kunnen gaan. Ja. Ik zal niet op het feest nuchter kunnen toekomen. Oké. Okay. Ik heb de eerste keer het heel moeilijk gehad, vooral met dansen. Daar kan ik zelf niet over nadenken, dat ik erop moet dansen. Nuchter dansen, die onbestaande. Exact, heel moeilijk. Je ziet dat die arm zo gaat en zo. En weet je wat dan gewoon het ding is? Dan besef je van, oh, je kijkt gewoon rond je en je ziet allemaal zatte mensen die ook niet goed weten wat ze aan het doen zijn, dansen. Want ook heel veel dansen is dat niet echt, het is gewoon bewegen. Dan doe je gewoon mee. En niemand geeft een hol. Ja. Niemand geeft, dat beloof ik u. Niemand geeft een fuck. Als je nuchter op een feestje staat, dan van, moet jij geen pintje hebben? Nee, dank u. Oh, oké, jammer. En dan drinkt hij zelf 2 pintjes. Ja. Dat is het ding gewoon. Het enige wat ik lastig vond, was het dansen. En nobody cares. Niemand kijkt naar u. Je hebt als je nuchter bent, denk je van, oh fuck, iedereen is aan het kijken. Niemand kijkt. Ja. Want je moet gewoon denken, alle rest hier is zat. Hoe ben ik als ik zat ben? Kijk ik naar iemand anders danst? Nee. Dus dat is het gewoon. Ik zie maar zo veel verder. Ja. Als iedereen zat is, dan heb jij echt... Jij bent de machtigste van die moment. Wat is de reden dat je het niet chill vindt? Het is gewoon echt niet mijn ding. Ja. Ik heb ook echt... Mijn maag doet echt heel snel lastig. Als ik echt zo... Vooral met bier. Als ik echt zo veel bier drink op een avond, is dat gewoon kut. Voel ik mij kut. Want ik ben dan niet eens zat, maar ik heb wel buikpijn. Ja. Ik vind mezelf nuchter leuker. En ik heb gewoon eens gedacht van... Er zijn voor mij gewoon meer voordelen dan nadelen aan niet drinken uiteindelijk. En wat is dan wel uw... Er is toch iets ongezond? Want... Sorry. Amai, dat was kiek. Wakker worden. Echt wakker worden. Graaf ze vormgeven. Ja, ja, ja. Wat is dan wel uw... Waar... Elk mens heeft toch wel een ongezond kantje? Ja, elke mens heeft zijn roesmiddelen. Ja. Ja. Ik geloof dat ook. Dat denk ik ook. Jij kunt er minder goed tegen heroïne. Heroïne. Nee, maar ik heb eigenlijk... Weet je, mag ik het meest melige antwoord ooit geven? Ja, de liefde? Dan sla ik... Maar dat is nog net iets meliger. Dat is nog net iets meliger. Dit. Ah, ja, waar? Ik mag hier elke dag binnenkomen en leuke shit doen. Snap ik. Okay, zo melig is dat niet. Dat is de meest geprivilegeerde positie ooit. Maar ik hou hier echt heel veel van. Ja. Ik mag elke dag gewoon hier komen en nadenken over wat is het volgende ding. En dan zitten wij hier gisteravond na te denken. We hadden ook een feestje, maar dat hebben we dan geskipt om hier na te denken over... Is het niet grappig om hier 2 sumo-worstelaars te laten armworstelen? Ja. Misschien niet, maar fuck it, laten we dat doen. Dus ik haal er heel veel plezier uit deze soort dagen. En ook alcohol helpt daar niet. Alles behalve, dat is wat ik bedoel. Ja. Het is voor even tof, dan ga je 2 dagen, 3 dagen niet heel goed kunnen nadenken. Ja. Ja. Dat vooral. Ja. Dat is denk ik de reden waarom. Want ik drink eigenlijk ook niet heel veel. Ik heb heel vaak... Het wel echt een kop om veel te drinken. Ja, ja. Nee, ik zie eruit alsof mijn moeder veel gedronken heeft. Nee, ik heb altijd zo'n emotionele kater. Ja, de dag daarna, 2 dagen daarna, ik stel alles in vraag. Dat is de, meest, dat is de grootste existentiële crisis die ik heb. Ik heb al geweend bij Niam TV. Oh. Vol puur... Door de kater. Als Johan Seger die stik zo omdraait. Oh. Nee, dat snap ik volledig. Ja. De eerste dag is emotioneel en de tweede dag kun je heel moeilijk connecteren met andere mensen, omdat dat hier nog zo fact is. Dus eigenlijk is dat het is wel afzien. Ja. Dus als je dan heel graag creatief bezig bent, hoef je dat inderdaad niet. Dus, en ook geen softdrugs, ook geen niks. Ik wil wel een verhaal vertellen. Ik heb recent nog eens wiet geprobeerd. Ja. Maar ik ga er gewoon slecht op. Ja, dus kijk, vroeger was ik echt van de mindset van ik wil alles geprobeerd hebben. Alles. Zelfs de harddrugs, ik wil het wel eens geprobeerd hebben, zonder de spuiten. Dat vond ik dan, dat was voor mij de grens. Ik was heel geïntrigeerd. Dan heb ik gemerkt wat effect van alcohol op mij is en dat ik daar geen fan van ben. Dan heb ik een paar keer wiet geprobeerd en is dat gewoon telkens een teleurstelling voor mij. Dus dat was voor mij van, oké, wat ga ik nog verder proberen gaan? Ja, dat is precies of ik niet kan zwemmen en dan ineens in diepe wil duiken of zo, met coke. Dus ik ga... Dus ook daar... Nee, geen aanrader? Nee. Oké. Alles behalve, fuck coke. Kan ik wel, dan kunnen de boze moeder...
Die mij sturen dat ik alcohol promoot. Pak deze camera. Fuck cocaïne. Oeh, oké. Okay. Kindjes doen geen cocaïne. Doe nuchter worden als je al zat bent. Dat is echt belangrijk. Wanneer hebben we dan gedronken? Ja, dat dan twee keer. Trakteer mij dat gewoon. We leven in een tijd van heel veel wetenschappelijke ontwikkelingen. Er zijn heel veel technologieën die tegenwoordig ontwikkeld worden. En recent zijn ze begonnen met het klonen van beesten. Ja. Dat je bijvoorbeeld een biefstuk kunt maken. Van mammoet. Zonder dat je een mammoet moet slachten. Ja. Die zijn er niet meer. Je kunt een biefstuk maken van een beest dat niet eens echt hier rondgelopen heeft recent. Als je van één cel van een mens een biefstuk kunt maken, wie zou jij wel eens willen proeven? Van welke mens? Ik wil één ding zeggen dat daar mee te maken heeft, maar iets anders is. Sorry voor mijn warren uit. Nee, ik ben het ook wel te voelen. Okay. Volgens mij was dat chlorofol dat jij hier in plaats van vodka. Ik zou eerder eens flamingo eten. Oh, maar ik heb er nooit over nagedacht zelfs. Wow. Jesus. Ik wel al. Dat is eigenlijk nog veel interessanter dan mensen. Ja. En flamingo is dus heel... dat is ook eerder eens eten, is flamingo. Ik weet niet wat dat mag of niet mag, maar dan meer het gedeelte van het lichaam, niet de pootjes of zo. Nee, dat nee, lijkt nee. me heel stom. Dat is een heel lange kippenbot. Zo gewoon een keilange... Super moeilijk om te frituren. Dus flamingo wil ik graag eten, maar welke mens? Ja, ik weet dat. Vind ik een moeilijke. Jij daar al over nagedacht? We hebben er... Sowieso zal het een... Het is nu eerder is ook al dood. Ik weet niet of dat jullie hem kennen, maar ik denk Felice. Felice? Van het Swingpaleis. Dat is echt een mega obscuur antwoord. Ik denk dat die vet-buikratio lengte dat dan een heel lekker stuk vlees genereert. Dus dat is wel een schone marble in zitten. Zo van voilà. De Wagyu beef. Zo. Fritje is de Wagyu beef van de Vlaamse showbiz. ik weet dat het een gekke vraag was. Het enige wat gekker had geweest, is dat jij er heel snel op kon antwoorden. Ja. Dus ik ben blij dat je tijd hebt. Ja, zo, ik weet niet, zo unlimits of zo. Ja. Ja. Nee. Sorry, was gewoon... niet over nagedachte Dat was puur instinct. Nee. Ik heb wel een ding met Unlimited. Ik was echt vroeger heel hard verliefd op Unlimited. Dat staat op mijn voorbereiding zelfs. Ja. Antje Lemmens, uw nummer. Maar dat was heel raar om haar dan in het echt... Ja, want had ze het gezien, al uw video's en zo? Ja, ze had wel het nummer gehoord. Ook. Mijn liefde... Liefdesverklaring. Liefdesverklaring met een paar vuile woorden in. En, een paar. En dan was dat wel raar om haar te zien. En die sprak me daar ook instant over aan. Dus die heeft dat heel goed gespeeld. Die heeft daar boven die situatie gezegd tegen mij. Hier ben ik dan. En ik stond daar. En dan heb ik daar heel lang voor moeten achter de schermen werken. Dus ik ben dan mee naar festival. We deden zo altijd festivals voor Kanaal 2 nog in de tijd. Dus heb ik die wel echt leren kennen. En ben Anne op een andere manier beginnen appreciëren. Want Anne was wel degene die komt toe op festival. Iedereen de camera's klaar. Iedereen, en dat alle professionele vragen zijn afgelijst. En dan zegt hij, waar is de tequila? Maar dat is geen tequila. Kan iemand nog achter tequila gaan? Ja. Ja, dus is dat wel dat type. Dus was wel een leuke om mee te werken. Zijn er dingen die er van nu op het internet staan, dat je denkt van fuck, nee. Die mogen eigenlijk... Ik heb echt geen enkele fuck, omdat ik het allemaal zelf heb uitgesproken of zo. Ah, ja. Dat ik het er waarschijnlijk zelf heb opgezet. Ja. Ja. Nee, ik heb geen fuck, nee. Ik heb er wel over moeten nadenken met bekend worden van... Moet ik iets offline halen? Is er iets... Heb ik iets misdaan? Ja. Heb ik iets per ongeluk iets misdaan? Maar er staat niks online waar ik mij over schaam. Over... Allemaal deel van je verhaal. Ja. Ik meen dat echt, mijn ma weet het allemaal. Dus heb soms gelijk dat ik in de boekjes kom als ik sta, zat te pissen langs de kant of zo, dat iemand dat filmt of dat ik in een ambras terechtkom dat gefilmd wordt. Maar... Goh, dan moet je gewoon zien dat je niet in de politiek gaat met dat pissen vooral. Ja, voilà. Dan zou het een probleem zijn. Ja. En dan moet ik de aftoetsen van wat zal mijn ma daarvan zijn. Dat is voor mij het enige belangrijke dat er is, wat zal mijn ma hiervan denken. En die weet, die heeft mijn plas daar al eens gezien. Dus, dus ik denk niet dat die dat. Die is volledig wat mee. Dat ding ook een beetje is gecreëerd. Je hebt zelf controle over de verwachting dat mensen van je hebben. Dus als jij gewoon heel je leven al bepaalde dingen doet of bepaalde dingen zegt en je praat over dingen als alcohol, zoals dat jij doet, gaan mensen er minder van versteld staan als jij ineens zat op de Oude Markt rondloopt. Ja. Maar als iemand, er zijn nog meer extreme voorbeelden als ik, maar als ik zeg van ik drink niet en ineens ben ik toch super bezopen ergens aan het rondlopen of zo, dan is dat een gekkere look. Of dan gaan mensen er meer van opkijken. Ja, maar ik wil daar zo allemaal niet over nadenken. Over ik heb dat, ik zeg dat of dat. Ik ben... Je moet daar niet over nadenken, maar het is gewoon
Het is zo. Wij zijn niet gecreëerd door een marketingbureau nee. die je zo beter daar of zo beter zo. Ik ben gewoon een jongetje uit Aalst. Klopt. Die nu op tv komt. En met veel voordelen ook. Mm-hmm. Voordelen aan op tv komen vind ik ook. Mensen luisteren op een keer. Crazy. Naar mijn ideeën, dat is crazy. Ja, ik ook. Zeg het zelfs als 3 jaar geleden, motherfucker. Ja. En nu ineens boeit het. En nu boeit het, ja. Dus dat is wel zeker een voordeel. Dan vind ik er heel goed aan met een nieuw programma. Waar dat, nog... dat is zo'n zin dat ik altijd last wil zeggen. Ik heb een programma, maar ik kan er niks over zeggen. Zeggen. Ja. Maar er komt, hashtag pleasure. Er komen keigoede dingen aan, stay tuned. Ik mag maar dat vond ik wel goed, want dat is van in het begin met een kameraad gemaakt, zelf uitgedacht en alle vrijheid gekregen. Mm. En dan zitten daar aan tafel met Jan Helen, die in de Gloria heeft gemaakt en al. En dan denkt je, wat de fuck is dat hier eigenlijk allemaal geworden? Het is heel rap gegaan, jongens. Voor mij, ik zweer het u. Op heel late leeftijd heel rap. Ja, ik blij voor u. Ja. En om dat te vieren heb ik een cadeautje voor u. Ja, nog vodka. Nog vodka. Nee, dat zit tegenwoordig in een nieuwe doos. Oh, de aflevering doos. 200. We hadden een grote rode doos, die is op pensioen. Ah ja, dus zijn dingen veranderd nu ook? Niet ongelooflijk veel. Een paar afleveringen geleden zag het er nog anders uit. We zaten toen daar en toen was het een heel ruime setup. En mensen zeiden, wow, we houden van een nieuwe setup. En nu zitten we terug in de hoek. Ja, fuck de mensen. Ook dat staat op onze politieke partij. Fuck de mensen. We hebben gewoon ruimte nodig. En door daar niet te zitten, hebben we veel meer ruimte. Ja, okay. In ieder geval, ben jij klaar? De Mario-doos, zeker. Oké, heren. Die is voor u. Amai. Crazy, hè? Mag het open? Jij mag het open doen wanneer je klaar bent. Over cadeautjes gesproken, ik heb ook iets dat jullie kunnen winnen. Of toch één van jullie kan winnen. Met deze grote rode doos hebben we ondertussen heel veel mensen mogen verrassen. Maar ondertussen is hij wat versleten en moet hij op pensioen. Dus één van jullie kan deze doos winnen. Het enige wat je moet doen is abonneren op petjeaf.com/gossipguy. Er zit nu iets in dat jullie kunnen winnen. Allemaal Gossip Guy memorabilia en ook... tickets voor onze live show op 15 mei. Dus petjeaf.com/gossipguy. Als je al geabonneerd bent, doe je eigenlijk al mee met deze wedstrijd. Dus als je niet wilt winnen, unsubscribe daar. Maar als je wel wilt winnen, petjeaf.com/gossipguy. En geniet van de rest van de podcast. Het zegt me iets, ik zweer het u. Weet je wat dit is? Wat? Ja, ik ken het, maar wat heb ik daarmee? Een Instagram-foto. Ja. Jij hebt ooit in 2000, whatever wanneer, een foto gepost... En de comment was OG. OG, maar kennen jullie die de oma's hebben die maar allemaal in de kast staan? Hè? Uh-huh. Ja, ik heb hier ook nog een potje voor mezelf gekocht. Ook. Ja. Ja. Ik zit nog die testen, daar ben ik nu wel benieuwd naar. Het zijn 3 dezelfde wel, maar jij mocht van mij gerust een borstbal pakken. Dus dat is gedaan met keelpijn, hè, de komende 3 jaar. Zalig, maar ik herinner me die foto ook echt nog. Ja. Ik denk dat hij me dat opgestuurd had, want toen... jij kreeg toen al... Dat was een sponsored post. Ik denk het. En we geven nu gewoon weer promo voor borstbollen, zonder dat we het zelf beslissen. Als er nu echt een bedrijf is dat van mij wel wat sponsorship kan krijgen, gebruiken. Dan is het zij wel. Letterlijk kapjes. Zou jij eens niet beginnen nadenken over een grafische aanpassing aan dit blikje? Nee, dat maakt het toch nee, juist. Dat maakt het dit maakt het cool, is, toch? Dat zo een oud design nog is. Ja, maar dit... Die konijnenkeutels langs de zijkant zijn niet... Dat kan beter misschien. Wie zou drinken? Borstbolletje? Heel graag zelfs. Ik eet deze. Ja. Appel. Dat is ook appelsmaak volgens mij. Dat is een ding hier, by the way. Bart Peters heeft dus een hele aflevering met brood zitten gooien, puur omdat Willy alles bleef vangen. Alles gevangen. Zalig. Dat is echt wel fucking goed in. Compliment, echt waar. Mm-hmm. De zwijk zat goed. Het was gewoon zo... Dat is cool, hè? Dat is zo de street. Dat is mijn drage pitten. Je ziet dat. Ja. Je voelt dat. Hey, mag ik ook een pit? Wow, wow, wow. En pak er ook een voor Bokkie mee. Want we hebben nog wat, we hadden merch gekocht voor het podcastfestival. Mm-hmm. Die komt 2 dagen na het podcastfestival uit. Aan. Dus wij hadden die gekocht om daar te verkopen. Niet verkocht? En die is pas 2 dagen daarna aangekomen, dus we konden niets verkopen. Maar jij mocht er een meepakken, want we hebben er toch nog liggen. Ik ga ze meenemen, maar... Je moet niet de switch doen, hoor. Dat is echt niet wat ik je wil opdragen. Nee, maar het is gewoon moeilijk met petten. Petten vind ik heel moeilijk. Dat is delicaat, hè? Ja, dat is heel delicaat. Je hebt een ander model. Dit is een 5-panel, dus mijn kop is niet gemaakt voor petten eigenlijk, alleen voor dit model. No. Met stui. Daarom vind je dat irritant dat we nu een uur lang met zo'n borstbol? Met een borstbol. Ja, ik heb er een beetje op, dus ik was eigenlijk al beginnen bijten. Moeten we even borstbol speedrun. Om de snelste een borstbol speedrun. anyway. Het is wel fucking lekker. Nee, is wel goed. Het is gewoon puur suiker, hè? Echt lekker. Mm. Als jij een frituursnack zou ontwikkelen, is dat al, by the way, is dat iets dat je in je hoofd speelt? Want de bokkieburger is bijna cliché aan het worden. Ik denk dat ik het hier wel mag zeggen, hè. We zullen wel... Oh, wauw. Ja. Oh, wauw. Wacht, nee,
We zijn in gesprek met... Wow. Voor mijn eigen frituursnack. Dat is ongelooflijk, gast. Uit te brengen. Eén die het niet is geworden, kan ik jullie wel zeggen. In de brainstorm had ik gepitcht bij Bokkies kaassteentjes. Dat is wel gigantisch. Omdat ik het grafisch ook voor mij zag. Zo in de frituur zie je dan zo de voet bij... Met de teentjes. Ja, met de teentjes in. En dan zit kaas. Bokkies kaassteentjes. Maar die is het niet geworden. Nee. Maar dus wel mee bezig, ja. En ik zeg... En nu ben ik op... Ik zei op veel dingen nee, maar dat was weer zoiets dat ik... deze kan ik niet. Ja, dat moet je, ja, op zich. En die hebben alleen nog maar gevraagd aan Mega Mindy. Dus okay. Mega Mindy en mij. Dat is een de fucking twee kindsterretjes. Oh, ja, twee superhelden. Zalig, man. Ja. Dus, je weet het nu, ik zit daar nog in meeting mee, ik ben aan het brainstormen. Als je tegen volgend jaar of binnen een jaar en een half niet uitziet, heb ik het opgefakt. Maar ze hebben het me wel gevraagd, dus dat pakken ze mij al niet meer af. So far, so good. Yes. De podcast is nog niet volledig gedaan, maar is er iets dat jij nog graag zou willen delen? Een laatste advies, een frustratie of juist iets dat jij hebt meegemaakt dat leuk was of zo? Ik ga al mijn dag beginnen bijna. Hè. Dat dacht ik, ja. Dus we hebben zoveel langer hier gezeten dan ik had verwacht. Maar nee, dat was ik zit hier supergoed en ik heb tijd. Ja. Ik ben aan het indrinken. Of ja, de jeugd. We zijn eigenlijk... Nee, voor mij, ik heb niks. Ik ben... Ik wil u bedanken dat ik afkom. Ik zeg op heel veel shit nee. Ja. Puur omdat ik lui ben. Ja, ik dat is een fucking excuus. Ja, we moeten daar juist over hadden, omdat ik dan liever bij mijn vrienden ben. Ja. Dan, shit, ik ken jullie niet, dus... Nee. Maar ik had wel zoiets van, oké, daar zitten chille gasten uit. Ik ga het... Gewoon puur rule of 10. Qua chill uit, zo. Dik 11. Nee, ik heb mij heel goed... Dus daarom wil ik toch zeggen, ik vind dat jij goed bezig bent. Wauw, misschien. We zijn goed bezig dan. Ja, jullie zijn goed bezig. Heel veel van de voorbereiding is ook deze gasten. En het is aan de jeugd, jongens. Het is aan de jeugd. Ik ben een hele oude man aan het worden. Ik moet mijn vuilnis buiten zetten en shit. Ik heb geen tijd meer voor video's te maken. Dus het is aan jullie nu. Echt waar. Goh, pak het vast. Dat is wel een hele verantwoordelijkheid. Nee, maar jongen, er is niks. Na een paar van die video's te zien, zaten wij hier echt van fuck. Er is niks. Je moet gewoon blijven doen wat je graag doet. De kwaliteit komt altijd boven de rij van... Zelf al is het marginaal gekleed. Maar ik heb altijd gedacht, ik doe mijn eigen ding. Ja. En vind je het niet leuk, vind ik het tenminste leuk. Mm-hmm. Okay. Gewoon zie dat je eigenlijk in de spiegel kunt aankijken op het einde van de rit. Ja. Het is aan de jeugd, jongens. Ik ben er klaar voor. Dat is kapot lief. Dan moeten we nog een paar dingetjes doen. Een van de dingen die we doen is een Twitter shout-out. Ja. Uitdeel. Dus één persoon die mijn gepinde tweet op Twitter retweet, krijgt niet alleen een shout-out in deze podcast, krijgt ook stickers die in die doos voor u ook zitten. En €50 aan Zalando op de goed. En ik ga u die persoon laten kiezen. Dus er is één persoon die dankzij u heel blij gaat zijn. En er zijn een paar honderd mensen die heel verdrietig gaan zijn. Ja. Ook dankzij u. Omdat ze het niet winnen. Ze... Moet het... het is gewoon een kanaal. Aankiezen. Het is echt gewoon puur subjectief. Het is eigenlijk gewoon waar dat uw vinger landt is voor u. Pocky de rapper. €50. Ik vond een prachtige naam ook. @Julie15333. Oké, super. En psychologen. Psychologie. Psychologie. Analyseert zo onze hele aflevering. Psychologie en een teddybeer emoji staat erop. Oké. Okay. Dit is ze. Dat is ze. Ja, daar is mijn duim geland. Oké, okay. Julie... 15333, psychologie, stuur mij een DM op Instagram. Ik stuur u de code op, ik stuur u alles op wat jij verdient. Jepla. Zijn, man. Ah nee, jullie bedankt. Ik vond het fucking leuk. Ik vond het echt leuk. Ik heb het al 10 keer gezegd, maar het is zo. Ja, maar ik was denk ik de allerleukste dag van mijn leven. Ik heb nog nooit zo'n leuke podcast gedaan. Echt, dit was mijn make-a-wish show. Dit is het begin van mijn dag, jongens. Jullie hebben echt het begin van mijn dag gemaakt. Let's go, baby. Echt goed. Allerlaatste ding voor de podcast stopt. We schijnen hier zo uit kef aan het koren van het publiek. Er zijn sommige mensen die namelijk niet de volledige podcast uitluisteren. Okay. En daar wordt een beetje om neergekeken ten eerste. Maar er zijn mensen die dat wel doen. Wij creëren elke week een comment voor die mensen. Die zij kunnen droppen in de comments om te bewijzen dat ze op dit punt zijn geraakt. Ja, ja, ja. Dat zij niet afgehaakt zijn, dat zij geen opgevers zijn. Dat zij de winnaars zijn van deze podcast. Oké. Okay. Echte strijders. Die zin is... Dat gaan we nu beslissen. Stem, we zien wel in 2024. Weet je wat het ding is? Normaal gezien maken we gewoon een random comment met random woorden. Maar wat is de zin dat jij net zei? Stem, open de dingetjes. We zien wel in 2024. En misschien zo één vuist die zo... Yes, oké. Okay. Dus onze partij, of uw partij, we zien wel. Stem, we zien wel 2024. We moeten wel echt nog een emoji claimen voor die partij, dat je dat gewoon ook kunt spammen. Oké, heel snel, een emoji, wat zijn de beste emojis die ze... Wat is een we zien wel emoji? Is dat een zonnebrilletje? Of gewoon die twee oogjes? Is er zo geen blinden ook?
denk het wel, met zo'n stok. Oké, stem, we zien wel. 2024, blinde man emoji. Ja, ja. Thanks om hier te zijn, man. Shout-out naar alle blinde mannen, wel, dat we dat niet meer laten. Het is gewoon grappig. Ja, het past. Ja, ik heb het gered. We zijn op het einde van de podcast geraakt. Like wanneer al die goede shit is goed voor mijn ego. En tot volgende maandag. Peace. Yep, wow.